in mijn vakantie best veel geshopt, vooral veel boeken. Dus ik doe het in twee filmpjes. Het ene filmpje is alleen met boeken. En het andere filmpje is met de rest. Ik heb in vier plekken geshopt. Ik heb wat boeken gehaald bij de Action. Vooral heel veel boeken bij de Kringloop. Bij de boekhandel. En ook een paar boekjes bij de Jumbo. Daar begin ik mee. Deze waren in de aanbieding samen voor 10 euro. Terwijl ze los ook al 9 euro per stuk waren. Deze heb ik al gelezen. Maar die vond ik wel erg leuk. Om nog te hebben. En deze leek me ook wel erg leuk. Een stripboek. Deze is van de nieuwste Disney film. De film heb ik nog niet gezien. Wil hem wel zien. Maar toen ik die strip zag liggen, had ik zoiets van ja, ik wil hem toch hebben. Aangezien ik mezelf heb voorgenomen om in 2017 minder boeken te lezen. Tot ik mijn TBR stapel weg heb. Deze komen bij de Action vandaan. Die waren iets van 2 euro per stuk. Bij deze heb ik alleen gekocht vanwege de naam van de schrijfster. Haar naam is Sarah. Waar Sarah heb ik in de kast staan. Heb ik alleen nog steeds niet gelezen. En een aantal stripboekjes. Boekjes over... Deze is over Frozen. Op zoek naar Nemo. Sneeuwwitje. Cars. En Planes. Ik probeer hiervan ze allemaal te verzamelen. Ik ben dol op Disney. Deze komen bij de boekhandel vandaan. Ik heb de Geek Girls van mijn e-reader. Maar toen ik deze zag liggen, dit is het kerstverhaal, moest ik hem wel halen. Deze was 2,5 euro. Ik heb een aantal boeken van Rainbow Rowell. Maar ik zag deze liggen en daar heb ik volgens mij al haar boeken. Dit is Attachments. Eleanor and Park. Dit is het tweede deel van de Magisterium serie. Ik heb het eerste deel toen gekocht voor 5 euro. Dit is het tweede deel. Ik heb hem ook al gelezen. Ik vond hem erg goed. En ik hoop dat ze deel 3 snel vertalen. Dit is het boekje wat hoort bij de Miss Peregrine Home for Book Children serie. Van Ransom Riggs. Een verhaal met allemaal sprookjes. En het volgende boek is ook een beetje een sprookje. Het is de prequel van Alice in Wonderland. Hoe de Queen of Hearts, hoe ze slecht werd. Ik heb er veel voedsel gehoord en ik ben er nu bellenmolk aan het lezen. En ik ben er nu toe halverwege. Ik geniet er erg van. Nou, de rest van de boeken zijn van de kringloopwinkel. En deze allemaal kostte me samen 12,5 euro. Ze hebben daar ook nog wel eens 3 halen, 2 betalen. Ik probeer alle boeken van Jodi Picoult te verzamelen. Dit is een Engels boek, Second Glance. Ik weet ook niet of die in het Nederlands uit is gekomen. Maar die was iets van 2 euro. Ik spaar ook alle Olleke tweelingboeken. Ik heb ze als kind heel veel gelezen. Ik was er ook erg dol op. En dan probeer ik ze allemaal te verzamelen. Olleke tweelingen en de vervalste schilderij. Dit is een paperback met de Olleke tweeling op het internaat en op het familiefeest. Deze heb ik meegenomen omdat ik hier meer van heb gehoord. Dit is van Brandon Mull. Dit is Fablehaven. Dit is het eerste deel van de serie. Ik hoor er alleen maar goede dingen over. Ik weet ook niet echt waar die over gaat. Deze heb ik ook wel vaker dingen over gehoord. En volgens mij heb ik die ook wel eens bij de Piepenhandel gehad. De oneindige wijs.
Waarheid van Harriet Roos. Oh, nog een Olleke Tweeling boek. Olleke Tweeling is verliefd en helpt mee in de dierasiel. En als laatste van de grote boeken een boekje met allemaal verhalen of essays die te maken hebben met Buffy the Vampire Slayer. Een serie die ik nog steeds geweldig vind. En als laatste een hele stapel met pockets. Deze waren samen 2 euro, want het was 5 pockets voor 1 euro. Het zijn voornamelijk pockets van dezelfde schrijfster. Ik heb er hier een van Carolyn Sparks, zo'n vampierenromannetje. Dan heb ik hier Dear John van Nicholas Sparks. En andere zijn allemaal van Lindsay Sands. Dit is Single White Vampire. Vampires Are Forever. Bite Me If You Can. The Accidental Vampire. Volgens mij een merendeel ervan. Tall, Dark and Hungry. Heb ik al in het Nederlands. Maar ja, 2 euro voor 10 boeken. Kon ik ze niet laten liggen. Love Bites. A Quick Bite. En Lekker. Dat waren de boeken die ik allemaal heb gekocht.